Yo, welkom bij Nieuwe Stedenpraat. We gaan het over Bjejing hebben, want volgend jaar komen daar de Olympische Winterspelen weer aan. Bjejing 2022. Ja, ja. Bjejing in 2022, dan zijn daar de Olympische Spelen. Maar ik heb zo mijn twijfels of dat wel door kan gaan, want Bjejing, dat ligt in China. Want we mochten nog corona hebben in dat volgende jaar, dan is er een grote kans dat Bjejing volgend jaar niet doorgaat. Ik heet een heerlijk liedje, komt ie. Masculinade. Maar goed, het is dus in ieder geval wel dat het in China is, in Bjejing. Ik vind het echt niet dat de Olympische Winterspelen volgend jaar door moeten gaan, vind ik. Want ik vind echt, zelfs in Qatar het WK. Het WK in Qatar moet zelfs ook niet doorgaan. Kijk dan. Wie is er dan bondscoach als Nederland het WK haalt in Qatar? Ik hoop echt zo, Peter Bos. Dat hoop ik echt. Ik zou het ook toejuichen. Echt waar. Oké, WK 2022 van 21 november tot en met 18 december. WK 2022. Ja. Maar goed. Eerst nog even over Bjejing. Want over 9 maanden of over 6 maanden beginnen de Olympische Winterspelen beginnen. Ja, over 7 maanden begint het. En dat terwijl we nog over 2 weken de Olympische Spelen hebben in Tokio. Kijk maar, in Tokio. Tokio. Les. Ja, zou eigenlijk vorig jaar moeten zijn gespeeld. Maar goed, het is niet gebeurd. Ja. Eerst hier, hoe laat beginnen de wedstrijden? Wauw. Ik zal het echt niet toejuichen dat volgend jaar in Bjejing de Olympische Winterspelen beginnen. Dat zou ik echt niet toejuichen, echt niet. Ik vind het ook niet kunnen, vind ik. Van 4 februari tot en met 20 februari is de Olympische Winterspelen. Maar ik vind echt niet dat het door moet gaan. Omdat er anders, als de coronabesmettingen hoger worden, dan moet het gewoon niet doorgaan in China. Want China is al allemaal begonnen. Maar ik vind echt niet dat ze door moeten gaan. Echt niet. Hier, Milaan 26. Milaan! What the fuck, man? Een mooie stad trouwens, als je het goed bekijkt. Maar ja. Ik vind het echt niet te kunnen. Echt niet. Ik hoop echt dat het niet doorgaat. Weet je wat? We komen over. In december komen we terug en gaan we het over. Maar goed, volgend jaar zijn de winterspelen, maar ik hoop niet dat het doorgaat, want het wordt veel te gevaarlijk dan anders. Ja, ik vind dat het echt niet door moet gaan bij sommigen. Bij sommigen is het gewoon dat het gewoon niet door kan gaan. En zo snap je het eenmaal. Ik snap het helemaal niet. Ik denk ook niet dat het doorgaat. Geloof me maar. Ik heb zo'n gevoel dat het wordt uitgesteld. Dat moet ook niet doorgaan. Nou, dit was dan Stedenpraat nummer 5. Volgende week zijn we weer met de Stedenpraat. Dan gaan we het hebben over het WK in Qatar. Eind volgend jaar.